Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn dat we zo op deze manier even elkaar kunnen groeten. We hebben elkaar lang niet gezien en het is voor mij voor het eerst sinds mijn jonge jaren dat ik niet in de samenkomst op de paas ben. Maar wat mooi dat we wel zo met elkaar kunnen communiceren. En daarom wens ik jullie op deze manier een hele mooie gezegende paas toe. Beste broeders en zusters, u ziet me nou in mijn andere kleding, niet als uw deurchant aan de deur. Maar ik hoop u weer gauw te zien en ik hoop dat velen een filmpje inleveren bij Erik om elkaar te zien. Dat we elkaar nog even een woord kunnen zeggen. Dat wilt u zeggen, geniet toch van het paas, want de Heer is weer bij ons. En hij doet zoveel voor ons. Hij geeft ons ook rust. Tori en ik, we hebben toch nog zoveel dingen kunnen doen. Ook voor de overkant doen wij ook dingen. En dat vind ik mooi, dat we niet helemaal stil liggen. Want ik kan niet werken bij 50-50, maar dat ligt wel te stil. En ik hoop dat velen, dat ik u allemaal weer terugzie als het voorbij is. In het korps, in ons korps. Groeten van Johan. Hallo, hier even een berichtje van ons, vanuit Lira. We wensen iedereen natuurlijk hele fijne dagen, paasdagen toe. En hou elkaar een beetje in de gaten. Ook willen we even kijken of onze buurvrouw jullie ook nog iets te vertellen heeft. Een ogenblikje. Hallo allemaal, hij leeft. Hallo allemaal, even een berichtje vanuit huis. Ik wil jullie zeggen dat ik jullie allemaal enorm mis. De samenkomsten en de activiteiten. Maar we moeten het ermee doen en het beste ervan maken. Ik hoop en bid dat iedereen gezond kan blijven. En dat we op de Heer blijven vertrouwen, want Hij is waarlijk opgestaan. En ik wens u een gezegende Pasen. Tot gauw.